We zijn weer in Frankrijk en dat is natuurlijk bij uitstek het tulpenrallyland. De finish van leg 2 is hier in Horbourg-Wier. Vanochtend was de start al vroeg om 7 uur met 223 equipes en dat betekent natuurlijk dat er 2 uitvallers zijn. De deelnemers vertrokken richting het zuiden en al snel was er pannen voor de equipe Verkaik Brons in een Aston Martin. Ik denk dat we te weinig stroom hebben. We reden hier net vandaan, we zijn 1 kilometer buiten de start en de auto zakt gewoon keurig weg. Na de lunch nog een mooi en uitdagend traject met onder andere het meer van Pierre Percet en een fraaie test op het circuit Geopark. In het klassement is het spannend, vooral in de expertklasse, maar er kan natuurlijk nog veel gebeuren. Kijk voor de complete uitslagen op www.tulpenrally.nl.